Hey Sledge hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag zit ik buiten omdat het mooi weer is. Ik heb al lekker getraineerd zoals je zag aan de intro en mijn kat is ook gewoon blij dat hij terug buiten kan spelen. Maar ja, ik was eigenlijk wel al gelijk terug kwaad op mijn kat omdat ik een stukje had opgekuist en hij begon zijn behoefte daar te doen, dus daarom kon mijn kat wel echt een boom in. Oh ja, ik zeg daar ook tijd in, hè. Maar goed, zoals je aan de titel ziet gaat er heel wat veranderen. Voor mijn twee vaste fans, geen schrik. Maar zoals je misschien hebt gezien, heb ik een nieuwe profielfoto, een nieuwe banner en een tweede kanaal. Ik zal zo even uitleggen waarom dat tweede kanaal er nu is. En daardoor moet ik eerst uitleggen welke soort content ik maak op mijn kanaal. Ik maak Let's Play video's, ik maak Minecraft video's, ik maak de CSGO video's, we rekenen die even niet mee. En ik maak ook vlogs. Nu, ik zal even uitleggen wat een Let's Play is. Een Let's Play is gespeeld speltje, gespeeld het verhaal. Je record dat, je knipt een beetje pief poef, dat is een video, snapte? En zo upload ik er heel veel. Maar natuurlijk maak ik ook Minecraft video's en vlogs en daar zit wel echt veel meer werk in. En mijn Let's Play video's, ik heb het gevoel dat die mijn Minecraft video's en mijn vlogs aan het killen zijn. In de zin van, mensen gaan minder op mijn kanaal kijken omdat ze denken dat het bijna alleen maar Let's Plays zijn. Daardoor gaan ze denken dat bijna in elke video niet veel werk zit. Maar dat is niet zo. Er zit fucking weer werk in een Minecraft video. Er zit fucking weer werk in een kutvlog. Vlog is leuk. Maar het probleem is, ik vind Let's Plays super leuk om te maken. En ik ben altijd van het principe van, ja kijk, je moet doen op YouTube wat je leuk vindt. En daarom heb ik een tweede kanaal aangemaakt, Gletsje Plays. En daar zullen vanaf nu al mijn Let's Plays op komen. Nu, dat lijkt mij eigenlijk een heel logische keuze om dat te doen. What the fuck? Het is ook veel efficiënter en dan kan ik zoveel Let's Plays uploaden als ik wil zonder dat ik schrik moet hebben dat er weer een abonnee weggaat ofzo. En oké, ik doe YouTube niet een grote worden, maar laten we eerlijk zijn, het is niet leuk om te zien dat je, als je een goede video maakt, zo'n vlog van Minecraft video, dat er een abonnee bij komt en dat je dan een fallen oude video maakt, dat er ineens weer twee weg zijn. Snap je? Dat is gewoon stom. En nu het quarantaine shit is en zo, heb ik ook zoveel meer tijd om te leren werken met Photoshop, met After Effects, met Premiere Pro, en dat wil ik echt gaan leren doen met color grading en zo, die dingen. Dus ja, dat is een beetje het plan. Dat ik nodig in mijn video. Oké, ik denk dat ik mijn video voor kan zetten. Ik weet ook eigenlijk al niet waar ik was gebleven. Nice. Maar ik denk dat ik wel heb gezegd dat mijn Let's Plays op mijn tweede kanaal komen. De reden waarom. En ik zal nu gewoon uitleggen wat ik op mijn hoofdkanaal ga doen. Het gaat zo'n beetje 50-50 zijn. Minecraft video's. Random shit. Ja, dat zullen we wel zien wat dat is. En de Minecraft video's, dat gaat vooral Minecraft Survival Season 2 zijn. Dat gaat echt fucking episch worden. 1.16 komt er ook binnenkort aan en daar heb ik fucking veel zin in. Heb ik voor de rest nog iets zeggen? Ik heb zo'n soort van scriptje gemaakt. Aan die scriptje gewoon zo opgeschreven van, oh, wat moet ik toch zeker zeggen, hè? Met mijn kutmop stond erbij. Allee, ik vond trouwens, ik vond geen slechte mop. Ik vond mijn mop van het begin van de video heel goed. Nee, dat was denk ik. Ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje kunnen amuseren in de quarantaine. Bij mij valt het tot hiertoe wel nog goed mee. En ik denk als we allemaal ons aan de maatregelen houden, dat we misschien, what the fuck is dat? Dat we misschien wel minder strenge maatregelen kunnen hebben binnenkort, zoals terug eten afhalen. En terug naar de plantenwinkel gaan, want ja, ik zit hier wat te tuinieren, maar ik heb geen planten om te kopen, dat zou een beetje stoem. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Ik zie jullie sowieso bij een van mijn volgende video's. Er komen echt allemaal leuke random shit aan, ik heb er echt zin in. Het ziet er misschien niet zo uit, maar ik heb er legit echt fucking veel zin in. Maar goed, vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. Of ja, niet meer. De volgende keer gewoon een leuke random video. En ik zeg, ciao.